Welkom bij Route 77. Het programma waarbij de geheimzinnige Mr. X vanuit zijn hoofdkwartier het uiterste vraagt van onze vier beamredacteuren. Mr. X daagt de redacteurs uit met de meest hilarische, heftige en schaamtevolle opdrachten die je gedaan moet hebben voordat je deze aardkloot verlaat. Met de opdrachten verdienen de redacteurs hemelmunten die ze hard nodig zullen hebben voor de grote finale. Want wie wordt dit seizoen de winnaar van Beams Route 77? Beste redactieleden, de Bijbel staat vol met verhalen over herders. Nu jullie nog. Want het kan niet zo zijn dat je deze wereld verlaat zonder herderskills. Daarom volgt van jullie vandaag een snelcursus schapenhoeden. Maar wie dan? Ja, dat lijkt me echt super vet. Hij is aan het typen, Mr. X. Thank God for technology. Wilke? Wilke, jou hoor. Ik hoop dat je een dam krijgt. Als de ene dam over is, dan volgen er meer, hè? Ja. Nou, succes! Ik ben aangekomen op de schapenboerderij. Ik weet een paar dingen. Dat is dat ik schapen moet hoeden vandaag. Dat ik niet weet hoe dat moet. Dat Bart me gaat helpen. Die weet het wel. En dat het er meer dan 200 zijn. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Dus ik ga Bart zoeken. Hallo! Jij bent Bart? Ja, ik ben Bart. Ik ben Wilke. Oh, hey, welkom. Jij bent schaapherder. Ja, ik ben schaapherder. Ja, hier staan binnen ongeveer 180 schapen die of net allemaal een lammetje gehad hebben of nog een lammetje moeten krijgen. We hebben buiten ook nog schapen in de wei lopen en die moeten vandaag naar een andere wei. Oh, dat dus mag ik gaan doen? Ja, daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken. Lammetjes, lammetjes springen één voor één over het hek. Ze praten met elkaar en dat klinkt soms best een beetje gek. Nou ja, kijk, de schapen staan dus daar en die moeten dadelijk hier naartoe. We halen dadelijk Ben uit de auto, dat is onze hond. Dat is de hond, ja, die helpt. Border collie. Mm-hmm. En die gaat jou helpen. Maar we zetten dadelijk het hek van de schapen open en dan moet jij roepen: oi, oi. Oi, oi, waarom ja. Oi, oi? Nou kijk, oi, oi, dat zijn allemaal vrouwtjeschapen, dat zijn allemaal ooien. Oi. En als je een beetje heel vriendelijk naar die schapen roept, ja? Dan komen ze allemaal achter jou aangelopen. Okay. En als de schapen nou een beetje te veel naar rechts lopen of naar links, mm-hmm. als je de hond naar rechts wil sturen, dan moet je zeggen, oei. Als je de hond naar links wil laten lopen, dan zeg je, kom bij. En dan gaat hij dus rechtsom of linksom achter de schapen om ze achter jou aan te sturen. Goed. De schapen komen dus dadelijk vanaf die kant. En die moeten hier allemaal door de poort heen, de weg op. En dan een eindje verderop moeten ze dus linksaf de wei in. Oké. Zo makkelijk is het. Ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. Nou, dan gaan we die kant op. Away, come by, lay down, away, oi oi. Oké, ik ben er klaar voor. Nou, dat gaan we doen. Ik ben er klaar voor. Jullie ook, of niet? Oké. Hallo. Nou, daar gaan we. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Goed, daar gaan we, Ben. Oké, ik heb de controle. Ik heb de controle. Goed zo. Oké, daar moeten we heen, daar moeten we heen. Goed zo, Ben. Hoi, hoi. Ik heb zoveel volgelingen. Oké. Ik heb niet de hele dag. Kom. Hoi, hoi. Rustig, rustig. Nee. Rustig. Hé, schaap. Hé, rustig. Huh? Ja. Oké, rustig. Rustig. Hier moeten we zo in. Aan die kant. Hoe moet ik die schapen gaan sturen? Even kijken hoor. Oké, ik moet voor. Uit de weg. Ja. Hierheen, schaap. Goed zo, schaap. Ja, ga maar. Komt u maar. Ja hoor, kom maar.
ik moet erbij in. Ik moet erbij in. Klaar! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Nou, Bart, wat vond je ervan? Ja, fantastisch, hè? Is het goed gegaan? Ja, ze zijn allemaal meegelopen. Heb je ze geteld? Ik denk dat je geslaagd bent. Nou, ik hoop het ook, hè. Mr. X, Wilke, je was een fantastische herder. Je eerste hemelmunt is binnen. Gefeliciteerd. We hebben een hemelmunt. Ja! En dat brengt ons bij het allereerste klassement. Wilke heeft het spits afgebeten. En met succes, mag ik wel zeggen. Haar eerste hemelmunt is binnen. Volgende week in Beams Route 77. Over 2 uur is die klaar, oké? Dan kun je gewoon instappen. Dan hou ik een plekje voor jou vrij. Beam.